Namaste, mijn naam is Satvachandra en leuk dat je kijkt naar deze korte boodschap. Het is nu inmiddels een week het jaar van de draak. Volgens de Chinese jaartelling zijn we nou net sinds vorig jaar een nieuwe jaartelling begonnen. En ook in Siberië is het vanaf 17 februari een nieuw jaar. Wat betekent de energie van de draak? Jullie zullen het waarschijnlijk ook wel in de atmosfeer gemerkt hebben. Er is wat onrust en turbulentie gaande op alle vlakken. De draak staat voor krachtig, naar voren duwend, maar kan ook wel staan voor energiek. En dat is natuurlijk de positieve kant ervan. Maar soms ook een beetje onbeholpen, een beetje ondoordacht. Dat kunnen ook kenmerken zijn van het jaar van de draak. Het is een voorspoedig teken. Hè? Dus mensen die gekoppeld zijn en die rijkdom willen bereiken of die overvloed willen ervaren in hun leven. Het is een goede tijd om dat soort dingen te manifesteren. Maar besef ten alle tijden dat alles wat je wilt creëren en manifesteren dient allereerst in jezelf aanwezig te zijn. Je bent waardevol, je bent krachtig, je hebt allerlei talenten en kwaliteiten. En wees je ervan bewust dat jij degene bent die bepaalde energie uitstraalt en dus daardoor ook bepaalde veranderingen kan bewerkstelligen in de buitenwereld. Maar wees je ook bewust dat juist in het jaar van de draak het belangrijk is om te beseffen dat je geen ondoordachte stappen dient te nemen, omdat je dan bijvoorbeeld uit balans kan raken of dat je risico's kan nemen die je dan niet goed doordacht hebt, waardoor bepaalde dingen ook gewoon dan niet helemaal kloppend zullen zijn of tot verlies kunnen leiden. Betekent dus niet dat je heel erg bang hoeft te zijn voor onderdachte keuzes als je al een langere tijd met bepaalde projecten bezig wil. Maar besef hebt van, oh, nu heb ik bepaalde overzichten. Nu heb ik de durf en de kracht om die stappen te zetten. Durf die stappen te nemen, want het kan een heel mooi jaar voor jullie worden. Dit even in het kort gezegd hebbende. Ik wens jullie het allerbeste en voor nu, namaste.